gotta be somewhere. And you are always on my mind. And you are always on my mind. You're always on my mind. We zaten in dit land, dus het is gewoon een mooie registratie van dat jaar in ons leven. Veel mensen, als ze het over deze hebben, hebben het dan ook vaak, iets te vaak over de vorm gewoon. Ik vind deze plaat veel edgier en gevaarlijker dan wat we ooit hebben gedaan. Het is niet omdat je een versterker laat ontploffen of een stukje country vlak na een stukje hard rock zit, dat je gevaarlijk of edgy bezig bent. Het kan fijn zijn. Maar ik geloof in iets diepers dan dat. And the sun's fading faster. And we're ready to go. Misschien na de eerste beluistering zoiets hebben van oh, die gasten die zijn soft geworden. Maar ik weet wel beter. Het was gewoon een belangrijke plaat voor ons, omdat we hadden veel getoerd en we voelden wel dat het strak zat. Voor de rest zouden we ons concentreren op de nummers en zou het een vrij poppy plaat worden. Ja, want Deus was te weinig pop voor jou? Nee, niet te weinig pop. We hebben van begin al, denk ik, duidelijk gemaakt dat we zo wat van alles willen en dat we niet echt consequent zijn in onze stappen. Dus deze is dan weer een consequente, inconsequente stap. Ik voelde me wel behoorlijk beroerd tijdens het maken van die plaat om persoonlijke redenen. En dan zie je jezelf de zaken proberen te manipuleren, hoewel dat je sowieso toch afstevend op iets dat fout loopt. Maar persoonlijke redenen, zaken manipuleren? Welke persoonlijke reden, welke zaken wil je manipuleren? Hoe dat je tegenover die zaak staat, het ging gewoon over een breuk, een relatie. Maar ja, dat je probeert iets in richting te dwingen dat niet natuurlijk is. Ik bedoel, dat je probeert fouten goed te maken, gevoelens te veranderen, mensen te veranderen. Het heeft iets heel onheilspellend, maar ook wel iets grappigs, de Ideal Crush, vind ik. Het is de ideale mislukking. Ik vergelijk het graag mee. Maar, bedoel, het is niet toevallig dat we nu aan een kloof zitten. Nee? Je moet je voorstellen dat je op de rand van die kloof staat en dan denkt van ja, ik ga sowieso vallen. Ik kan niet beter op mijn manier vallen. Thank you.
show them what you got. Ronda is een van de oudste kleine dorpjes van Spanje, die vooral bekend is voor zijn kloof, de Tajo, die heel diep naar beneden gaat en waaronder zich een gevangenis bevindt, waar deze eeuw veel mensen zijn opgesloten geweest. Ik denk dat onder andere de stierengevechten hier zijn begonnen, maar ik weet bitter weinig eigenlijk van heel de geschiedenis. Waarom is Deus hier? Dat is meer te danken aan het management dat al lang met gedachten speelt van in Spanje iets op te zetten. Dus een soort van guesthouse gekoppeld aan een studio waar theatergezelschappen, muziekgroepen, dansers op lange termijn terecht kunnen. Vooral heel veel mensen van het noorden die het af en toe beu worden in barre omstandigheden te werken. Wij waren zo wat de eerste die dus gebruik maakten van de studio waar we onze demo hebben opgenomen. En we hebben hier eigenlijk heel 98 verbleven. Dus een controlekamer, vrij grote opnamekamer. En de studio is digitaal. Je kan toch tot 50, 60 sporen gaan als je wil. We zijn eigenlijk begonnen met een 14-tal nummers, waarvan er echt wel een paar op tempo waren en vrolijker van aard. Maar die hebben het dan uiteindelijk niet gehaald. De nummers zijn hier ook voor eigenlijk grotendeels geschreven. Hè. En dan trekt je elkaar toch wel in een richting. En dat is niet noodzakelijk de richting die je vooropgesteld had. Maar het heeft geen zin om daar tegen te vechten. Want anders, met wat zat je dan bezig? Hè? Deze blijft altijd wel een groep die van melodieën houdt. En live de zaak toch wilt entertainen, als ik het zo maar uitdruk. Maar we blijven toch een grote fascinatie hebben voor donkere klanken. En daar hebben we heel hard naar gezocht en aan gewerkt. En het blijkt ook gewoon uit ons te komen. Het songschrijven is toch eigenlijk gewoon ook een beetje graven. En hoe dieper je graaft, hoe minder licht dat er is. En hoe donkerder alles wordt, dat lijkt me logisch. En
op hoe meer dingen dat je stoot dat je niet had verwacht. En ook bijvoorbeeld het feit van teksten te beginnen schrijven in januari en af te maken in juli, wanneer dat je eigenlijk twee verschillende mensen bent, geeft je de mogelijkheid om bepaalde twists te geven aan nummers en bepaalde andere richting is dat in het begin een donkere kant op ging en die 8 maanden later voel je je beter. Never resolved to anything shocking. Pain's playing yo-yo in my body as we speak. But now I found something to look for. And I can't decide, 'cause I might find behind is better than to score, just like I did before. It wouldn't be true not to work to you to say that I'm staying, when on every single impulse and every other move I react. 'Cause in any old creek changing technique, you'll see me playing. After any old motherfucking goal, I'm gonna stop and go for Eastern Street. This life's a soulless excuse for all abuse in parentheses. The fly-speck windows and the stinking lobbies still remain all the same, all the same. As a friend of Steph, Camille Carlin's, the former bass player, we had a mutual friend, and I met him in Scotland like 9 years ago now. I visited Antwerp the following summer, and at that point I got to know a lot of musicians in Antwerp. Tommy and Steph had just started working together in some very early embryonic version of Deus. Nearly 4 years ago now, there was just a point when Rudy left, and I mean, Tommy had said to me well in advance of Rudy leaving, if he ever does, you know, you're the man for the job, I will ask you before I ask anyone else. So, you know, he obviously saw it coming. You know, it was no surprise when Rudy left. So. I think in some ways I've replaced both Rudy and Steph, you know, in terms of my role in the band, you know. Like, somebody asked me recently, somebody said, you know, the sound of this album's very different. Is that because Steph is gone? And I said, no, it's because I've arrived, you know? On
my sweet sister, do what have I done? All my life I've only loved the one. I was taught to be tolerant in pain. I was taught a million things I can't explain. Waar we ten eerste een album maken voor de eerste keer. Echt iets dat samenhoort. Want we hebben het andere al gedaan en dit hebben we nog niet gedaan. Dus dat was voor ons al een heel duidelijk uitgangspunt. Laat ons iets maken dat iets homogener klinkt. And tell my sister there's a place where I can hide. Oh my sweet, this is how it did unfold. No, my body never felt so calm and cold. Bij In a Bar in the Sea waren we ook als groep gewoon heel chaotisch. Stef die ging gaan, Stef die ging blijven. Rudy was weg, Craig zocht nog zijn stem in de groep. En dus, ik zeg het, het is allemaal gewoon er naartoe gedreven door de omstandigheden. Het is allemaal heel natuurlijk gebeurd. And I swear that she saw it in my way. And I'm sure that she heard it in my voice. I tell my sister, please, I didn't have a choice. De kern van deze is altijd al geweest, sowieso is melodie altijd al geweest en experiment in klanken. En als je dat kan combineren met echte liedjes die overeind blijven, ook akoestisch. Ik heb het al duizend keer gezegd eigenlijk, maar dat is eigenlijk de essentie. To the final afternoon. And there was something there, I can't describe it. But we were kicking ass, we didn't fight it. She never once suspected that she had it. Hier komen wij altijd een tapa eten rond na 2-3 uur weg of zo. Dat is 50 meter van de studio. En wat drink je erbij? Een Tinto de Verano. Dat is een rode wijn met een soort van limonade-achtige soda. Met een rodaja de limon en een schijfje citroen. Vind je het leuk om met de band om veel onderweg te zijn? Of heb je zoiets van, ik zou toch wel wat meer thuis willen zijn? Of meer? Ja, het is quasi onmogelijk om een normaal sociale omstandigheden te leven. Ik bedoel, relaties, is heel moeilijk. Ben je er inmiddels een beetje aan gewend? Wennen doet er niet aan, want natuurlijk, liefde kent geen agenda. Dus op dat gebied overvalt het je en dan moet je maar proberen aan te passen. Maar dus eigenlijk volledig eraan wennen, dat zal we nooit niet lukken. Dat hangt af van elk individu. Sommige mensen willen het gewoon niet. Kunnen het gewoon niet. Die willen gewoon echt ook een leven hebben. En dus als muzikant moet je toch ergens wel zeggen op een moment van oké, ik wil geen leven. Ik persoonlijk voelde mij niet echt chaotisch, ik voelde mij gewoon heel verdrietig. Dat is ook waarom dat het voor mij zo een nieuw begin is, omdat ik vaak nachten wakker lag van kan ik dit wel en ben ik dit wel. En juist het ironische eraan was dat het ik meer dan ooit was in die teksten dan. Hè? Want ik ben hier niet heel de plaat aan het inpalmen, hè? Het is duidelijk een groepswerk, maar in de teksten was het ik meer dan ooit. En op dat moment vroeg ik me af, ben ik dit wel? Snap je? Dus dat was het heel schizofreen eigenlijk. En natuurlijk ben ik na korte tijd, na de initiële schok van shit, ik ben hier echt persoonlijk bezig, was ik daar al snel over. En had ik zoiets van natuurlijk, oké, zo moet het. Of ze moeten tenminste nu. Is understand what it is that made me. Reageerde je op het feit dat Tom
veel persoonlijker geworden is in zijn teksten? Of maakt het je niet uit waar hij over zingt? Maakt het niet uit. Ik vind zijn teksten op deze plaat heel goed, maar ik vind vele oude teksten ook zeer goed. Maar ik vind, ja... Nee, ik heb er geen enkel probleem mee dat hij over zijn nieuwe en of verloren gaan liefdes en zo zingt. Maar praten jullie daar veel over? Dat valt eigenlijk nogal tegen. Er zijn vele kanten van Tommy die ik eigenlijk leer kennen door interviews met hem te lezen of naar zijn teksten te luisteren. Je denkt dat je zo je richting al hebt gevonden en dan komt na 7-8 jaar, komt, dat is een openbaring, niet minder dan dat eigenlijk. Want wat gebeurt er precies na 7-8 jaar? Wel ja, je ziet dat eigenlijk dat je het kunt. Persoonlijk werken, heel persoonlijk werken. En dat je er en hopelijk niet pedant wordt en zeurderig. En wie is er geïnteresseerd in de problemen van een ander? Wie is er geïnteresseerd in de harten zij van een ander? Hopelijk veel mensen als je het op een mooie manier doet. So it dawned on me there should be the place. Now the only thing I crave is an embrace. So let your tin western be mine. Let me come to you like a child. I'd like to stick around here for a while. I had enough in the side of the world.
drive too fast? Can you please shut up? I'll call the police if you don't stop. You're just trying to scare me. You want me to know that you're not that precious little thing you hold. You're afraid, she said, of the coming day. Thank you.